Deze zomer duiken de wilde dieren om je heen op in het woud. De uitbreiding van de grote wildernis. Sinds vorig jaar ontdek je vanaf de expeditierivier onder andere makies, apen en giraffen. En vanaf dit jaar sta je oog in oog met een wolf in een mysterieus woud. Ga je op bezoek bij familie Das in een donkere burcht en ravotje in het Bosmeer. In deze making-of neem je een kijkje achter de schermen van het dierenpark en kom je van alles te weten over de totstandkoming van het woud. Hier ontdek je binnenkort de Nederlandse natuur. Een woud is natuurlijk niets zonder dierbewoners. In het woud ontmoet je dieren die heel dichtbij om ons heen wonen, maar die je misschien nog nooit hebt gezien. Iemand die daar alles over kan vertellen is Raymond, bioloog van het dierenpark. Straks in het woud kunnen jullie verschillende dieren zien. Wolven, dassen en dan hebben we nog wat kleinere diersoorten die we in de burcht hebben zitten. Dat is de eikelmuis en de rugstreeppad. Nou, de das is natuurlijk een heel mysterieus dier, want hij komt in Nederland voor, maar zie je hem eigenlijk wel eens? Bijna nooit. Als je bij ons komt kijken, dan kan je hem straks van heel dichtbij zien en dan zie je wat een fantastisch mooi groot roofdier dat eigenlijk is. De wolf is natuurlijk een prachtig mooi roofdier die niet meer voorkomt in Nederland, hoewel die wel af en toe binnenloopt. Maar bij ons in het woud kun je hem binnenkort zien. En wij garanderen dat je hem echt kan zien. Aan de totstandkoming van het woud wordt gewerkt door een groot team. Een van die teamleden is ontwerper Erik. Een belangrijk persoon. Want wat hij tekent, ga jij binnenkort beleven. Dat klinkt misschien een beetje raar, een woud ontwerpen. Toch is dat nodig. En vandaag neemt hij samen met uitvoerder Robert een kijkje in het uitbreidingsgebied waar hard wordt gewerkt. Ik sta nu in de Dassenburcht. En straks kan iedereen hier onder de grond kennis maken met de dassen. Alleen kijken naar dassen is heel erg leuk, maar zelf een das zijn is eigenlijk nog veel leuker. Dus hier is een tunnel waar je als een echte das onder de grond kan kruipen. Onder de grond kruipen we naar het konijnenhol. Van waaruit we de wolven oog in oog kunnen zien. Maar hoe gaan we dat eigenlijk doen, Robert? Nou, dat zal ik je vertellen, Erik. Ja. Vandaag gaan wij gaten hier aanbrengen, zodat er kozijnen geplaatst kunnen worden. Dat de kindertjes precies op ooghoogte zo over het maaiveld naar de wolven kunnen kijken. In het woud beleef je in een groene omgeving de Nederlandse natuur. Dierenpark Amersfoort vindt dat belangrijk. Astrid, commercieel directeur van het park, legt uit waarom. In Dierenpark Amersfoort hebben we dieren vanuit alle windstreken. Nou, bijvoorbeeld dieren uit Afrika op de savanne. Maar het is ook wel heel erg leuk om een keer te kijken naar de dieren uit Nederland. Want we hebben in Nederland natuurlijk ook prachtige natuur. En zeker hier in het bos in Amersfoort leek het ons mooi om eens wat aandacht te besteden aan die inheemse natuur. Voor ons nieuwe project Het Woud is dus heel erg belangrijk dat we dat boskarakter ook behouden. Dat we dat natuurschoon laten zien. En je zult straks ook daarvan kunnen genieten. Door echt de natuur in te gaan en daar de dieren te ontdekken die wel degelijk in Nederland zijn, maar die je niet altijd ziet. Dat moet inderdaad een prachtig uitzicht gaan worden. Maar voor het zover is, moet er nog heel wat gebeuren. In de volgende aflevering krijgt het woud al steeds meer vorm en zien we wat er allemaal bij komt kijken als er wolven in een dierenpark komen wonen.